Lisanne Zoutendijk, je was de ster van het Nederlandse team in Vierobaan, het EK. Maar je bent ook echt de ster van Nederland nu, want je hebt goud gewonnen op het NK. Zojuist, hier in Ermelo. Wat gaat er nu door jou heen? Ja, ik ben super blij en allebei de paarden hebben heel fijn gelopen. En ja, ik ben echt heel blij. Ja. Goud op het NK, dat is een ongelooflijk mooie afsluiter. Zeker op zo'n geweldig mooi kampioenschap, hè? Ja, echt heel mooi. Ja. Op het EK had ik al super fijn gereden en hij kon heel goed tegen de warmte, Ringo. En nu hier was het toch andere omstandigheden, maar eigenlijk ook gewoon hetzelfde gevoel. En hij was heel fijn daaraan. En, ja, met Ringo Starr ging je als eerste de finale in. Met Watteau mocht je de finale in, omdat je maar één paard mag rijden. Ringo is zeg maar jouw vaste waarde. Die is niet uit zijn model te krijgen. Ook al is het hier dan zo indrukwekkend. Klopt dat? Ja, het kan soms wel gespannen zijn, maar nu gedraagt hij zich wel echt. Hij was echt super braaf en hij was heel fijn aan mijn hulp en eigenlijk ja, gewoon zonder spanning gereden. En je ging met voorsprong die finale in. Heb je er nog zoiets van, nou, ik ga het even lekker afmaken? Of ben je dan toch eigenlijk dan wel een beetje zenuwachtig? Nou ja, dat niet. Maar in de kuur wordt hij wel heel heet. Dus ik had gewoon voor mezelf gezegd, gewoon rustig en fijn gevoel blijven rijden. En dan komt het de rest er wel bij. Ja. Nog één jaartje junioren. Met Ringo vooral. Maar je hebt nog een ander paard, die Watteau. Ja. Waarmee je vierde was in de landenproef hier in Ermelo. Maar dat ziet eruit alsof je daar nog heel wat verder mee kunt komen in dressuur. Klopt dat? Ja, die ga ik nu bij de Jong Riders rijden. En ik heb nog een 7-jarige Johnson staan. En die ga ik dan nu verder bij de junioren. We gaan nog heel veel van Lisanne Zoutendijk horen. Klopt dat? Ik hoop het wel. Dankjewel. Graag gedaan.